Het is toegekomen met een MetaQuest 3. Ik keek er echt super hard naar uit. Ik zat eigenlijk de hele dag hiervoor eruit te kijken wanneer de postbode toekwam, omdat mijn bel niet marcheert. Maar het is toegekomen en dit is een pakje waar ik super hype voor ben, omdat VR is altijd iets geweest waar ik altijd heel hard naar uitkijk, naar iets nieuw dat uitkomt, omdat die verbeteringen meestal heel groot zijn ten opzichte van andere technologie dat vandaag de dag in kleinere stappen gaat, is het bij VR meestal heel grote stappen. Maar dus, eindelijk, ik heb het nog niet uitgepakt, ik heb enkel de flappen beneden al opengemaakt, dus eindelijk gaan we nu een keer checken. Het is hier ook een crappy eerste keer unpacking. Hier is het. De MetaQuest 3. Even kijken of het in beeld ligt. Kijk eens aan. Het is echt een super compact pak. Ik had ook batterijen besteld. Ik heb zo'n 50 alkaline batterijen besteld voor mijn bakjes en zo. Dus ik dacht zo, shit, zijn de batterijen die zijn toegekomen? Maar nee, het is gewoon de MetaQuest 3 in een super compact pakkie. Zien we, het ziet er wel mooi uit. Meta, ik heb de 512 gigabyte besteld. Er zijn twee modellen momenteel, één van 128 en één van 512. Ik ben voor die van 512 gegaan, omdat ik het kan afschrijven uiteraard op mijn zaak. En voor naar de toekomst toe natuurlijk. VR-games zullen ook wel groter worden, vermoed ik. Oké, ik denk dat ik dit moet kapot trekken. Deze kant ook. Nu zijn VR-games meestal nog heel klein. Ik heb gisteren eens gekeken. Ik denk dat gelijk een Pavlov maar 5 gigabyte inneemt. Maar ik vermoed dat het in de toekomst wel gaat toenemen. Sobere verpakking. I like it. Hier is het dan. Is het in beeld? Denk het wel. Scan to start. Dus alles gaat via de gsm gaan. Ga ik nu niet doen, natuurlijk. We hebben de controllers. De ringen zijn weggehaald. Dus nu zien die er heel... Ze liggen echt wel heel goed in de hand. Ze zien er ook mooi uit. Het is nog steeds meer batterijen. Daarmee dat ik al die batterijen heb besteld. En dan nu. De headset. Hier hebben we hem. We hebben alle trackingcamera's die erop staan. Dan hebben we de sensor, de dieptesensorcamera. Zo, dat is voor de mixed reality. We hebben de camera's die nu kleurencamera's zijn, voor die full color pass-through, zodat mixed reality mogelijk wordt. Dus ik ben heel benieuwd. Zie eens aan, de pancake lenzen. Mooi. Ziet er wel echt een mooi ding uit. Wauw. Oh. Ruikt echt naar nieuw. Voilà, dat was de snelle unboxing. Maar ik wil gewoon zo snel mogelijk de VR-bril testen en aan jullie laten weten wat ik er eigenlijk van vind. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga vlug deze video online smijten en dan ga ik er gewoon mee aan de slag. En laat ik het jullie weten in een review wat ik van de MetaQuest 3 vind. Dus zeker het belletje aanzetten voor de nieuwe video's en dan zal je het wel zien passeren. Dikke merci om te kijken.